Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Voorzitter, goedenavond. Goedenavond. Even een terugblikje op afgelopen zaterdag, hè, de bingo die we georganiseerd hebben. Volgens mij was het een mooie avond. Hoe heb jij die avond beleefd? Ja, ik denk als één groot succes. Ontzettend veel positieve reacties gekregen, ontzettend veel enthousiasme. En ik denk dat op voorhand merkte je al van de prijzen zijn goed, betrokkenheid van jullie eerste selectie. Maar die combinatie, Excelsior TV, de supportersvereniging jullie talenten als presentatoren hebben gewoon een geweldige avond bezorgd. Dus superavond. Welkom vanuit de studio van Excelsior 31 TV Bingo Show. Van meer dan 80 prijzen. Dat gaan we op verschillende manieren doen. Onder andere met de bingo. Onder andere met de Raad van Fortuin. Het is tijd om te gaan starten, mensen, met de bingo. We hebben er zin in, we zijn er klaar voor. Mijn vinger jeukt. En hij gaat naar de knop. Let op voor nummer 1. Wat een prachtig nummer. Nummer 75. Nogmaals, nummer 75. Prijzenregen is gestart. Ja, maar totdat je bingo hebt, zeg je check in de box stift en dan hartstikke klaar en dan is die prijs knallen gewoon daar. Dat is een ander spel. Oh ja, dat is een ander spel, hè? Dat stiften, hè? Stiften was dat, ja. Ik hoor dat jij eigenlijk niet zo heel veel hebt aan die prijs die je nu gewonnen hebt. Nee, inderdaad. Nou ja, want je bent zelf schilder, toch? Ik ben zelf schilder, ja. Oké, nou ja, goed. Oké, we zijn nu bij het damesteam 25 plus van Excelsior 31 en we gaan eens even kijken hoe hun de avond beleven. Dat is ook allemaal. Ja, dat is goed. Goedenavond, hoor. Goedenavond. Lekker. Dankjewel. Gaat wel lukken hier. Ja, dat hebben we gezien. Dat zagen we al. Hoe beleven jullie de avond tot nu toe? Wij vinden het knoe gezellig zo besteld. Ja, dat is toch mooi, dat gaat wel door. Ja, alweer prijs, zeg maar, na Stijn en Jasper. Hoe was dat met Stijn en Jasper? Grote beesten, bende. Hadden worst erbij, alles. Ook nog? Zo. Ik hoop niet van die twee, maar... sorry. Maar jullie... Jasper ook altijd, hè. Jullie vermaken je prima daar, volgens mij, of niet? Kijk. Maar wat hebben ze gewonnen, Melvin? Ja, even back to business. Wat hebben jullie gewonnen voor de bonusronde? Nog meer drank. Dus een rood wittetje. Met. Een harde worst. Ja. ik heb volgens mij iets bijzonders. Want je hebt volgens mij niet alleen de winnaar van de twee horizontale rijen. Maar je hebt ook bingo voor de volle kaart. Dus ik weet niet of dat... Ja, hoeveel geluk je hebt op één avond. Ja, de eerste winnaars van de bingoavond zijn bekend, dus we gaan ze even verrassen met een paar hele leuke prijzen. Ja, je wordt bingo gespeeld. Ja, Henny Altena. Hij staat in het hokje daarboven en die zegt wat opstellingen zo zijn. Ik wil net zeggen, bekende stem. Ja, helemaal jongen, dat ben ik. Kijk. Kun jij misschien even een goaltje aankondigen als er gescoord is? Wat je dan omroept? Ja, zeker joh. Nou. In de 25e minuut is het Excelsior 31 dat op een 1-0 voorsprong komt. Doelpuntenmaker, onderrug nummer 9. Hielke Penteman! Hey. Fantastisch, Henny, top! Je bent het nog niet verleerd, hoor ik. Geweldig. Kijk. Hij komt even in beeld. Bonusspel. Degene die het eerste, de artiest en het nummer... En titel, ja. Titel ja, van het nummer doorappt na ons welbekende nummer. Het is het eind van de week en je maakt het flink van schrik. Want hij komt iets te kort, sherry, whisky, pils of port. Maar voor deze avond heb je plannen in het verschiet. Je kan haast niet wachten tot je al die pinten ziet. Dat was hem? Ja, dat was hem. Oké. Okay. Nou, ik heb hem nog nooit van gehoord. We zijn bij het Alta aangekomen en we gaan ze eventjes goed verrassen. Het is een hele mooie kratje bier. Hey!
zelf? Ja, kijk, het is een tijd geleden dat je gevoetbald en je moet als elftal moet je een keer wat proberen. En vandaag hebben we een dag uit, we zouden eigenlijk naar een nachtje weggaan. En vandaag zouden we weer komen en we eigenlijk jaarlijks zouden we naar een barbecue. Een nachtje weg hebben we gestapt, dus ja, we moesten organiseren, dus doe je dit. We hebben een quizje georganiseerd van tevoren en toen kwam de bingo erbij, ja. Beter kan niet. Moet je meedoen. Ja. Ja, dus voornamelijk de teamsfeer bij jullie wel heel belangrijk. Dus. Door teamsfeer heb je kwaliteit op het veld ook goed. Ja, zeker. Ja, heel mooi. Anders hou je dan, dat is gewoon het elfde. Kwaliteit en realiteit. Dat is de kracht van een lage senior. Dat is de kracht van het elfde. Ja, heel goed. Dus niet elke senior helpt uit. Nee. Ron? Iets dat alleen de elfde. Alleen de elfde. Niks beter dan het elfde. Dat is heel duidelijk. Dat is waar jullie nog heel veel plezier hebben. Zullen jullie erop? Ja, dat is ook. Fantastisch. Logotje erop, rood-wit. Ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ja, komt ie. Balalabalalabamba. Una poca di grazia. Una poca di grazia. Pari para. Ocha arriba y arriba, por ti seré. Oh! Fantastisch! Welkom in de uitzending. Het schijnt dat jij de winnaar bent van dat je een volle kaart hebt, klopt dat? Dat klopt helemaal. Kijk, ja, geweldig. Maar kun je een beetje golfen of niet? Nou, ik denk dat ik te fut is, mijn ouders maar lekker op golf stuur. Oh, weer stereotype, hè? Tijd zat. Dat is. Katie. Hey, we hebben een winnaar. Wie is dit? Volgens mij is dat iemand die een weekendje weg is dit weekend. Ja. Weekend Davina. Man. Goedenavond. Speel je alleen mee of samen met Niek? Nee, ik speel alleen mee nu. Och. Echt? Waar is Niek dan? Niek die had vanavond een verplicht avondje met de vrienden. Och. Jongen, lekker bezig, lekker betrokken bij de club. Ja. Nummer 9, Hielke Pentagman. Nou, daar kan ik heel weinig over zeggen, want hij vindt toch alles maar een poppenkast. Precies. Het is een Cavallaro-bon die je kunt besteden bij Koedijkmonden ter waarde van €250. Dus dat is, is een super bedrag. En ik weet niet of je daar al een bestemming voor hebt of dat hij goed terechtkomt. Nou, ik heb een man en een zoon, dus Kijk. Dat komt vast wel goed. Nou, dan kunnen die daar een mooie outfitje scoren. Goedenavond! Dag, Hielke Pentagman. Wie is dat? Ja, ik moet even kijken. Pentagman, nee, maar je moet hem even bij de microfoon leggen, anders horen mensen. Joost Krijns. Joost. Och, het zal toch niet waar zijn. Dat wij jou nog in de uitzending krijgen. Wat een eer, jongens. Wat een eer. Als je denkt dat je alles hebt gehaald, krijg je Joost Krijns aan de lijn. Oh. Echt waar. Ook wel Harry Hemstreen genoemd. Harry Hemstreen, ja. Hey, fit en wel? Vanmorgen de training doorgekomen. Al twee trainingen op rij, dus dat lekker. Mag Volgende nummer is nummer 43. Oftewel? 4-3. Oftewel? Oké. 8-7. Heb je een foto binnen van? Van half varken. Een hond. Een hond. En weet niet of dat. Wat een heel schattig hondje waar ik daar zo voorbij zie komen. Hond. Ja. Van wie is die, foto? Noemen ze dat een hond? Willen ze graag van die hond? Maurice. Hij Maurice. Oh, ja. Maurice. De hond. Kun je op bieden? Ria Koster. Bieden vanaf 50 euro, zie ik dat. Laten we dat maar even bij het shirt houden. 25 plus. Oh, er komt alweer geschreeuwd. Hallo. Met wie spreken wij? Vanuit de Bingo Studio. Hallo. Met wie spreken wij? Hallo. Met Lisa Boom. Lisa Boom. En Lisa, zit jij ook bij de vrouwen toevallig? Ja, bij de vrouwen, ja. Kijk, jullie hebben wel wat met het vlees, of niet vanavond? Want Lisa, je hebt dus een half varken van slagerij Huiskes gewonnen. Ja. Maar kan je nog een mooi liedje zingen dan? Even. Ja. Nou. Ja.
Excelsioren. Kijk, de club van rood en wit. De jongens van Jan de Wit. Voetballen is soms leven. Daar willen wij voor geven. Staan steeds paraat wanneer het moet. Een strijd. Het volgende. Wie het eerst het volgende woord hebt, die kan wat winnen. En het woord is poppenkast. Poppenkast. Juist gespeeld. Ja, uiteraard. Poppenkast. En u zult wel denken, waarom poppenkast? Nou, daar kan de hoek over leggen. Geen pannenkoek, maar poppenkast. Ja, ook een gratis knipbeurt bij Kapsel on the Loop, waar ook de beautybar te vinden is. Dus ja, wie weet dat de winnaar of winnares daar goed terecht kan. Die gaat naar een nieuwe prijswinnaar, namelijk Mike Langhaartje. Mike Langhaartje. Dan kan hij denk ik wel een goede knipbeurt gebruiken. Dus die komt goed terecht. Mike, hoe word ik jezelf? Ja, dus... Maar heeft hij nou één lang haartje of niet? Ja, nou ja, goed. Ook, ja, daarom, ja. Ook die kan knip worden. Ja. Dus, Goed, wij hebben er ook van genoten. Uiteindelijk inderdaad met die driehoeken, met ons, de Excelsior TV en de supportersvereniging. We hebben het gewoon denk ik prima opgepakt en echt een mooie avond geworden. Ja. Hoe heb je zelf de avond doorgemaakt, zeg maar? Hoe zat je erbij? Ja, nou, ik zat natuurlijk eerst, ik heb de ronde 2 hier, relive met een warme trui, snel naar huis. En daar, we zaten met toch een beetje familie. Rian, met mijn ouders, die waren bij ons. Lekker hapjes meegenomen. Mijn schoonmoeder, die bingo'de nog mee. Dus we hadden de kamer goed vol. Inderdaad, met een gepaste afstand waar het nog kon. En we hebben echt een super avond gehad. Het was een lange avond, maar een hele mooie avond. En genoten. Ja, mooi. Dat was ook de doelstelling volgens mij. En mooi dat dat gelukt is. Heb je afgelopen week nog reacties gekregen van mensen binnen de club, buiten de club? Ja, nou zeker. Wat ik net al zei, er waren ontzettend veel reacties. Eigenlijk louter positief. Ja, er waren een aantal mensen die dachten dat het toch een beetje doorgestoken kaart was. Omdat ik ook nog met een aantal prijzen ervoor doorging. Ja. En ik moet zeggen, we hebben dat samen gedaan. Ik heb het ook eerlijk netjes verdeeld met Rian, die natuurlijk ook meedeed. Maar volgens mij alleen maar positiviteit. En wat ik zei, jij samen met Hielke, Mirko en Michel, die natuurlijk voor de camera stonden. Nou, veel mensen volgens mij verrast ook met jullie andere talenten. Hielke met zijn gitaarspel. En dat is super. En ik denk, los even van die samenhorigheid die dat bracht, dat het ook heel goed is dat... Voor goodwill ook naar jullie toe, dat alleen maar de betrokkenheid onderling groter wordt. Geweldig initiatief van jullie als team, eerste selectie. Excelsior TV blijft fenomenaal, zoals het altijd gaat met voor- en achter de schermen. Super. Supportersvereniging, mooi om te zien. Nieuwe club met mensen die ontzettend enthousiast is. Ja. En ik denk dat ook een dank aan onze sponsoren die een hele mooie manier, naar jullie verzoek, maar bij... betrokken zijn geweest en mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld. Super win-win situatie en geweldig dank ook aan alle betrokkenen. Ja, mooi. Ik denk dat wij dat op dezelfde manier beleven hebben. En de doelstelling was natuurlijk ook om een geldbedrag op te halen. Hè. In deze tijd, de kantines zijn natuurlijk nog steeds dicht. Die zit al een periode dicht. Los van de betrokkenheid om de mensen weer een Excelsior-avond gevoel te laten beleven. Nou, daarin zijn we volgens mij prima geslaagd, wat je net al gaf. Hebben we natuurlijk ook een mooi bedrag opgehaald. En dat willen we je graag overhandigen, als dat mag. Ja, zeker. Weet je al, heb je enig idee of heb je het al gehoord? Nee, ik heb het nog niet bedrag gehoord. Ik heb wel een beetje, natuurlijk zelf ook gerekend, want ik hoorde wel op een gegeven moment hoeveel bingo kaarten. Maar volgens mij zijn de laatste dagen ook nog heel veel kaarten. En, klopt. Het is toch wel een beetje een verrassing voor me. Ja, nou, dan, we hebben even een mooi bordje in elkaar gemaakt, geflanst, zeg maar. En ik zal hem meer overhandigen. En uiteindelijk is dit de opbrengst geworden. En dus geweldig. Een slottige €4700 super. Die rechtstreeks naar de clubkas is gegaan. Ja, nou geweldig. Dus echt boven verwachting, om eerlijk te zijn. En heel mooi bijdrage voor de vereniging. Wat je zei,
Nou, we kunnen het wel gebruiken in deze tijd dat het clubhuis dicht zit en toch heel wat opbrengsten weg zijn gevallen. We zijn gelukkig gezond, maar ja, hoe langer dit duurt, hoe vervelender het toch wordt. Ja. Dus super mooi gebaar. En ja, zijn we heel blij mee. Mooi. Ja. Top. Nou ja, misschien wel goed, dat kan nu niet, maar op het moment dat het weer open is, hebben we ook, al heb ik al even kort met de voorzitter van de supportersvereniging gehad, willen jullie als team ook bedanken. Dus dat zullen we doen middels iets nou, in het clubhuis waar het weer kan. Dus daar komen we nog even op terug, nou, maar daar, een leuk. Kleine geste voor toch een heel mooi initiatief. Nou, leuk. Gaan we zien dan. Ben benieuwd. Ja. Hey, ja. En misschien een terugkomend fenomeen. Je weet het niet. Hè? Nee, we gaan precies. Het zien. Of nou, we volgend jaar weer iets moois. Mensen die zeiden, plan maar in volgend jaar. Ja, dus we gaan het zien. Nou, het zien inderdaad. Leuk. Hey, ja. Hartelijk dank. Ja, geen dank. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.